Zo heb je een koe, behoorlijk groot, maar zo nu en dan gaat zo'n beest, helaas, wel eens dood. En na een paar jaar, wat kun je nog vinden? Eigenlijk niks, want vlees is gaan ontbinden. Dat hoef je niet te verwachten bij het ontbinden van krachten. En daar gaan we het vandaag over hebben. Kijk eens, een ouderwetse degelijke schooltas. 10 kilogram boeken zitten erin, behoorlijk wat. 10 kilogram dus, dan kun je de zwaartekracht berekenen. Want de zwaartekracht, die is mkg. M, 10, g, 9,81. Dus 98 newton en gelet op de schaalfactor, teken je dus 5 centimeter naar beneden. Ongeveer 5 centimeter, net niet natuurlijk. Hè? Altijd loodrecht naar beneden toe, werklijn erbij. En die schooltas, die beweegt niet. Is in rust. En toch, zwaartekracht naar beneden toe, dat betekent dus dat er een kracht moet zijn die omhoog is gericht. Oftewel, twee krachten in één systeem, laten ze maar even een beetje verschuiven, zodat alles in één punt begint. Je mag krachten verschuiven, zolang ze maar op de werklijn blijven. Ook eventjes de rest weghalen, want dat is alleen maar een beetje ballast. Nou gaat het erom van deze kracht, ja, die is gewoon in de lucht. Hier is niks. Waar komt deze kracht vandaan? Nou, die komt uit de twee koren vandaan. Dus dit stukje gaan we een beetje fatsoenlijk bekijken. Zo. En je ziet meteen ook dat ik de koorden niet heb getekend. Nee, wat teken ik? Ik teken de werklijnen van de krachten die in zijn koord zitten. He, die krachten in een koord noemen we een spankracht. Dus de lengte van het koord doet er niet toe. Nou, hoe komt het nou dat je twee krachten kunt samenstellen? Die hebben we vorige keer gehad. Hè? Kijk, twee krachten, F1 en F2 heb ik genoemd, en die kun je samenstellen met de parallelogrammethode en krijg je deze. Nou, nu ga ik net andersom doen. Ja, ik begin met een kracht en deze die ontbind ik in een kracht aan deze kant en een kracht aan deze kant. En je doet eigenlijk bijna hetzelfde met de parallelogrammethode. Ja, ik doe een lijntje evenwijdig aan de ene werklijn, die kant op, een lijntje evenwijdig aan de andere werklijn, die kant op, ja, zodat ze dus het puntje van de ene kracht bereiken. Dan zie je alweer dat er een parallelogram is ontstaan en dan kan ik dus die twee krachten tekenen. Ja, F1 en F2, ik zet er een S bij omdat het een spankracht is. Ik meet ze op, zoveel centimeter, en dan kun je dus de krachten berekenen. Ja, en deze methode die heet, ja, hier staat hij al, de omgekeerde parallelogrammethode. Oké, nog een voorbeeldje. Hetzelfde tas, hetzelfde aantal boeken erin blijkbaar. En we pakken nou het ene koord waar die aan is opgehangen, pakken we beet en die trekken we een klein stukje naar rechts toe. Zo, nou, dat is weer mooi. De vraag is nu, hoeveel kracht moet daarvoor worden uitgeoefend om dit voor elkaar te krijgen? Nou, eerst maar weer natuurlijk de meest bekende kracht, de zwaartekracht. Nee, precies hetzelfde als zo net. Er is nog een kracht natuurlijk, dat is die trekkracht van de hand. Hoe groot die is weet ik niet, maar ik kan wel de werklijn erbij tekenen. Ja, en ja, ik weet ook dat de kracht naar rechts is, maar ja, hoe lang die is? Ja, dat wordt ook gevraagd natuurlijk. Oké, eerst weer eventjes het spul weghalen. Ja, de zwaartekracht kan natuurlijk een beetje omhoog, de tas en dergelijke allemaal weg. Zo, nou, zwaartekracht die wordt weer opgeheven door een kracht omhoog. Ja, ook hier weer. Zo, ja, eventjes zo. Ja, er is een zwaartekracht naar beneden toe en een kracht omhoog, deze kracht. Deze kracht, waar komt die vandaan? Weer uit het koord. Ja, dus hier is een kracht en deze kracht die zal onder andere deze creëren. Ja, dus deze kracht, ja, is de spankracht en daar is de werklijn voor. Hoe groot is je spankracht? Nou, dan maak ik weer zo'n hulplijntje. Ja, dus een hulplijntje zo die kant op en dan kan ik de spankracht dus tekenen. Ja, eventueel ook opmeten, maar de spankracht werd niet gevraagd. Maar die spankracht, nou, deze hier,
Die zorgt er dus voor, ja, deze spankracht kun je ontbinden. En een van de componenten, zoals het heet, ja, zo'n ding heet een component van de spankracht, is deze. En een andere component, die zit hier. En hoe groot is deze component? Nou, die kan ik ook berekenen, in feite natuurlijk tekenen. Nou, dat is deze hier. En dus is dat de andere component. Nu is er dus, ja, in deze richting is er evenwicht, want de zwaartekracht wordt opgegeven door deze component. In deze kant moet er ook evenwicht zijn. Oftewel, deze component moet op worden gegeven door, dat is natuurlijk mijn F-hand. En dus kan ik deze opmeten, 2,5 centimeter. En dus is de kracht die de hand moet uitoefenen 50 newton. Behoorlijk pittige opdracht, maar onthoud, je hebt een kracht, die ontbind je in twee componenten. Nou, en als er evenwicht is, dan zijn alle krachten samen nul. Ja, we hebben alweer de tas. Nu niet op een koord, maar op een helling. En dit is een situatie die wel redelijk vaak voorkomt. Kijk hoor, natuurlijk hebben we weer de zwaartekracht. Ach ja, 98 newton weer. Wat doet die zwaartekracht? Die zwaartekracht doet twee dingen. Allereerst zal hij de tas naar beneden laten schuiven, maar de tas blijft wel op de helling staan. Dus ja, hij zal ook de tas tegen de helling aanduwen. Ja, en je krijgt dus twee krachten. En de ene kracht, die noem ik eventjes FZ evenwijdig, ja, die twee streepjes is voor wiskunde evenwijdig. En hier FZ loodrecht, ja, en dat omgekeerde T is loodrecht. Nou, en dat zijn dus de twee componenten van de zwaartekracht. Je ziet nu al, hè, deze twee componenten zijn natuurlijk veel te groot getekend, maar ach, hè, dat komt natuurlijk wel. En daar gaan we juist nu aan werken. Kortom, weer even de tas weg. Ik teken alleen de werklijnen van de twee componenten. En nu ga ik binden. Ja, dus ik pak een lijntje en die laat ik die kant op gaan. Het andere lijntje laat ik die kant op gaan. En er ontstaat weer een parallelogram. In feite natuurlijk gewoon een rechthoek. Maar een rechthoek is ook een parallelogram. Ik teken de component aan die kant, de component aan die kant. Ik kan ze opmeten. En dus weet ik ook hoe groot die twee componenten zijn. Nou, dat was het weer. Oeps. Een beetje hardhandig einde. Tot ziens, tot horens.